wat gaat het worden, denkt u? Nou, de hoofdprijs. De hoofdprijs. Ik denk wel een paar leuke dingen hoor. Kijk eens aan. Ja, dit is de kunst uit de familie. Dat zie je meteen. Herstukken. Succes. Dankjewel. Een hele mooie theepot en een bijbehorende theebus. En aan de vormen die behoorlijk strak zijn. Bijna modern aandoen. Dus ja. Zou je denken, nou, misschien begin 20e eeuw gemaakt, maar het is wat ouder. Het is begin 19e eeuw gemaakt in de ampierstijl. Te herkennen aan die beetje die schuitvormige modellen die we hier ook zien. He, dat loopt een beetje spits toe en dat loopt een beetje op. Verder is het heel mooi glad. Er zit een profiellijstje hier midden op die theebus en op de theepot. De modellen zien eruit alsof ze echt bij elkaar horen, maar dat is toch niet helemaal het geval. Ze zijn wel door dezelfde zilversmid gemaakt. Dat is Theodor Gerardus Bentveld en dat is een hele bekende zilversmid geweest in Amsterdam. En het is herkenbaar zijn handschrift, dit soort theesetjes. Opvallend is dat er een slotje zit op de theebus. Nou, dat dateert nog uit de tijd dat thee heel erg kostbaar was en de eigenaresse wilde voorkomen dat de dienstmeid stiekem een plukje thee meenam naar huis. Dus kon je theebusje op slot doen. Ja. Als je dit nu zou moeten kopen in een antiekzaak, dan zou zo'n theebus rond de €600 kosten. Ja. En de theepot €1200. Dus bij elkaar behoorlijk richting de €2000. Wauw. Dit stadsgezicht is wel makkelijk te herkennen, vind ik. Ja. He, want als je die kerk daar ziet, dan is dat overduidelijk de grote kerk van Dordrecht. He? Klopt. Ja. He, want het is typisch zo'n beetje stompe kerk. En daarbovenop staan die schilden met die wijzerplaten. Ja. Geweldig, makkelijk te herkennen. Nou, dit is natuurlijk de grote haven van Dordrecht. En hier onder de brug gaan de drie met stuurman van de Koninklijke Roeien en Zeilvereniging in Dordrecht. Dus het is een heel erg Dordts gegeven, dit hele schilderij. En de schilder die het gemaakt heeft, Daan Mulhouse, is ook een schilder uit Dordrecht. Hij is in 1907 in Dordrecht geboren, is er in 1981 overleden. Hij heeft zijn hele leven in en rondom Dordrecht gezeten. Zijn bloeiperiode was tussen 1940 en 1960. Mm-hmm. En dat is precies de periode waarin dit schilderij gemaakt is. Okay. En het schilderij is heel erg licht van kleur. En dat komt omdat Mulhouse, die heeft wat gereisd. Hij is naar Italië, naar Frankrijk geweest. Hij heeft daar zuidelijk licht gezien. En toen hij terugkwam, toen is zijn palet ook veranderd. En dat zie je bij dit schilderij. Het is lekker los geschilderd. Ja. Het heeft een vrolijke sfeer. Het is een zomerschilderij van de grote haven van Dordrecht. Ik vind het een erg leuk schilderij trouwens. Het is geen grote meester, maar in Dordrecht is hij wereldberoemd, die Mulhouse. Ja, oké. Okay. En terecht, terecht. Uw schilderij heeft op dit moment een waarde van zo'n €1500. Oké, okay, zo. Had ik niet gedacht. Ja, hij staat hier mooi te glinsteren. Zo is het. En zo te zien, houdt u van de glinstertjes? Ik heb al eerder gezegd, ik kom uit een soort kraaienfamilie. Ja? Wij houden van glimmertjes, ja, 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 ja. En komt deze dan ook uit de familie? Deze komt ook uit de familie, ja. Zit die al lang in de familie? Die zit ook al lang in de familie, ja. Ja. Ik heb hem via mijn moeder van mijn oma uiteindelijk geërfd. En ik heb het vermoeden dat zij hem ooit zelf heeft aangeschaft, want zij hield van mooie dingen. Oh, ja. Waar kwam ze vandaan? Zij kwam uit Voorburg. Mm. En zij leidde... Een beetje Haagse chic. Haagse chic. Yeah. En zij leidde een autobedrijf, waar Alfa Romeo en Maseratis verkocht werden. Kijk. Dus je moest wel een beetje in die flamboyante sfeer, ja. moest je erin komen. Yeah. Ja. Okay, ja, nou, dat hoorde erbij. Dan past dit erbij. Dan past dit erbij, denk ik. En draagt u hem veel? Ik draag hem niet veel. Ik vind hem prachtig. Maar ik ben altijd een beetje bang dat ik die mooie parel, dat ik die ga beschadigen. Ja. Want ik ben vrij druk altijd. Het is echt voor gelegenheden draag ik hem. En ik vind hem ook echt prachtig. Ja. Jij ook, hè, Martijn? Ja, schitterend. Jij bent ook een beetje uit zo'n extra familie van alles wat glimt. Nou, nee, want mijn familie, ik heb het gewoon uit mezelf. Ja, een Haagse ring. Een Haagse, het is een Haagse, ja, ring? Ja, nou, dat vind ik. Ik noem dit een Haagse ring. Want? Die ring die heeft allerlei openingen in het midden. Er hoeven dus geen stenen te zitten. Je kan dus een ring met een... De Haagse zuinigheid komt hier nu. Je Haagse bluf. Een ring, nou, Haagse chic. Een ring met een oppervlakte van 2,5 bij 1,5 centimeter. Waar eigenlijk helemaal niet zoveel materiaal in zit. Ja, dus het toont goed. Het model, dat is ontstaan in de jaren 30.
laat Art Deco zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Het is wit goud met kleine briljant geslepen diamantjes en een parel. En die parel die heeft een platte onderkant. Mm-hmm. Want je weet, een parel groeit in een oester. Maar zo'n parel kwam soms per ongeluk tegen de schelp aan van de oester. Mm-hmm. En heeft dan een platte achterkant waar hij van de schelp losgezaagd moet worden. Ja. En dan heb je een soort knoopje. Dat noemen we in het Frans, noemen we deze parel ook een bouton. En die waren buitengewoon geschikt voor oorknoppen en ringen. Nou, dat is hier ook gebruikt. Ja. En die kleur is heel mooi. Het is niet wit, het is inderdaad, er zit een roze zweem overheen. En je hebt natuurlijk twee soorten parels. Je hebt parels en je hebt cultivé. En die gekweekte parels, die cultivé, die zijn net zo'n beetje in deze tijd in de handel gekomen. Hmm. Dus voor de veiligheid is het wel goed als we die parel zouden testen. Ja. Maar als ik het zo bekijk, ik heb natuurlijk in mijn leven al heel veel parels gezien, dan denk ik eigenlijk wel dat dit een echte parel is. Ja. Ja, een flink formaat trouwens. Hè? Ja, ik begrijp wel dat mevrouw bang is om te stoten. Ja, dat dan inderdaad. Het is een parel met een diameter van 9 mm. En dat kom je eigenlijk in gekweekte parels bijna niet tegen. Dus ik ga ervan uit dat het dat een echte is. Ja. Parel is mijn favoriete materiaal in juwelen. Die parel komt uit de diepte van de oceaan. Die wordt gemaakt door die oester. Die doet dat niet voor ons. Nee. Die doet dat om zichzelf te beschermen tegen een insluitsel. Dat wordt in die diepte van die oceaan gemaakt. Dat komt naar het licht. Is dus het symbool van maagdelijkheid, zuiverheid en reinheid. He, er is nog niks mee gebeurd. En het symbool van de geboorte en van de wederopstanding. Dus je kunt een parel altijd dragen. Ja. Nou, heerlijk. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Mooiste geschenk van de natuur, vind ik. Ja, nee, ik vind het ook heel mooi. Prachtig. Mooi verhaal. Mooie ring. Ja. Wat schrijft mevrouw aan de hand? 5000 euro. Zo. Mooi bedrag. Ja, dames, het is hier hoor. U bent goed. Ja, we zijn goed. Ja. Ja. Dankjewel. Hebben we er zin in? Ja, zeker. Ja? Zeker. Ja. Vertel. Nou, ik heb niks bij me eigenlijk. Dus dat is niet interessant, denk ik. En ik heb twee hele oude munten uit de VOC-tijd. Dus geen idee. Wat hebben jullie mee? Een zeefdruk van een heel beroemd schilder.